Yo volgers, mijn naam is Stijn. Tof dat je kijkt naar deze video. In deze video gaan we het hebben over je brommer. Ja, en je brommer rijklaar maken voor 2023. Het rijseizoen natuurlijk van 2023. Misschien rij je al in 2023, net als ik. Want ja, op zich, als het niet heel erg hard regent, dan kan je in principe gewoon op de brommer gaan. En het scheelt sowieso heel veel tijd wat betreft files. Het scheelt sowieso heel veel geld wat betreft benzine. Maar wat nou als jij staat met je brommer of staat te kijken nu in de schuur naar je brommer en denkt... Is er niet her en der misschien iets wat ik moet checken, wat ik moet nalopen, wat ik misschien zelf moet vervangen? Dan ga ik je in deze video uitleggen wat jij moet doen. Let's go! Heb je nou andere verzoekjes of onderwerpen of ideeën waar we een video over moeten maken? Zet het sowieso onder de beschrijving in de comments. Je brommer rijseizoen klaarmaken. Ik heb hier een paar dingen staan, ook nog wel een paar dingen al gefilmd. En sowieso gaan we naar de Tomos om te zien wat er misschien ook nog gedaan moet worden bij de Tomos fysiek. Er zijn natuurlijk een paar dingen die belangrijk zijn wanneer je zelf op pad gaat. Dan hebben we het natuurlijk over of de banden nog goed zijn. Dan hebben we het over of misschien een kabel naar de kloten is waardoor iets kan springen van je gaskabel. Waardoor je in één keer geen gas meer kan geven of misschien zelfs niet meer kan remmen. En bijvoorbeeld je ketting los kan gaan omdat die stuk is of omdat een tandwiel versleten is. Of bijvoorbeeld omdat een bougietje heel slecht vonkt. Omdat de verlichting het niet meer doet, waardoor jij heel vroeg in de ochtend nu niet meer kan zien waar je heen rijdt. En misschien de politie ook ziet dat je dat doet. En dat is misschien nog wel een veel groter risico. Startende dus met verlichting, waar ik het net over had. De verlichting is voor jou belangrijk, voor de veiligheid, maar ook voor een boete misschien niet zo fijn. Want je moet immers sowieso wanneer de lantaarnpalen aanstaan, ook je verlichting aan hebben staan. En dat is vroeg in de ochtend nog zeker het geval. En zeker ook in de avond als jij misschien laat naar huis gaat van school, van werk, wat. Als we eigenlijk even terugkijken naar een video van eerder, namelijk die eisen die je van blauw naar geel nodig ging hebben, ja, zijn dat eigenlijk gewoon een aantal punten die we nu ook weer kunnen pakken, waaronder dus de standaard eis dat je sowieso één schakelende lichtstand moet hebben op je brommer. Dit kan natuurlijk ook het geval zijn dat als je hem gewoon aantrapt dat het licht sowieso aanstaat. Dat is volgens mij, voor zover ik weet, geen probleem, want bij moderne bijvoorbeeld motorfietsen moet die altijd gelijk aanstaan, kan het licht niet eens meer uit. Dus dat is sowieso één eis. Zorg ervoor dus dat zowel voor als achter dat licht het nog doet. Groot licht is dan niet per se een eis afhankelijk van je bouwjaar. Dit is dus sowieso eigenlijk ook een bromfietsvideo voor brommers naast een Tomos, een andere brommer. Voor jouw veiligheid en sowieso die van anderen zou ik ook aanraden om sowieso te checken of één van de twee remhendels nog het remlicht triggert achter. Zorg ervoor dat ook dat zichtbaar is. En daarnaast natuurlijk dat ook het glas van dat achterlicht en natuurlijk ook het glas van je voorlicht nog heel is. Of dit nou een plastic glaasje is of een glazen ruitje is. Check het sowieso, loop het na om het feit dat niet alleen het gevaarlijk kan zijn omdat er dan vocht in de lamp kan komen, maar bovendien omdat dit ook weer een punt is waar de politie jou op zou kunnen pakken bij een controle. Evenals dus die lichtstand, ja, evenals misschien een remlicht, want ze weten misschien niet zelf altijd op welk bouwjaar zij wel of niet mogen zeggen dat jij wel of niet het remlicht moet triggeren. Daarnaast is het sowieso belangrijk dat alles wat erop zit, en daarmee bedoel ik fysiek op zit, dat het moet doen. Dus als jij een lichtschakelaar hebt zitten op je stuur en daar zit bijvoorbeeld ook een knipperlichtschakelaar op, dan hoeven de knipperlichten het niet te doen, want misschien zitten de knipperlichten er niet op. Maar als de knipperlichten er wel op zitten, dan moeten ze het doen. Dus zorg er dus sowieso voor dat alles wat het momenteel niet doet en misschien ook niet nodig is, dat je dat eraf haalt. Dus zorg er sowieso voor dat als het erop zit, dat het werkt en als het er niet op hoeft, dat het eraf gaat. Want een lichtschakelaar maakt dus niet uit, fysiek erop wel. Dan een heel belangrijk onderwerp, je banden. Niet alleen voor jou handig, want als je geen profiel meer hebt, kan je natuurlijk geen vel of water meer van de weg afkrijgen en kan je gaan slippen. Maar ook sowieso opnieuw weer die keuringseis dat er sowieso bandenprofiel op moet zitten. Het is een makkelijkere eis dan voor de motor of voor de auto. Bij bijvoorbeeld de auto heb je 1.6, bij de motor heb je 1.3. Maar bij de brommer staat er gewoon simpelweg dat er bandenprofiel aanwezig moet zijn. Kunnen we dan dus het risico nemen om met een vrijwel slik te gaan rijden en te zeggen tegen meneer agent,
Ja, maar kijk, er zit hier nog een heel klein... Nee, dat kan je wel nemen, dat risico. Maar het is voor jouzelf ook gewoon niet veilig. Want natuurlijk, je zal misschien in je hoofd denken... Wacht, daardoor zit er meer rubber op de weg. Dus heb ik toch meer grip? Jazeker. Maar als het rijseizoen net begint... is er natuurlijk een grote kans dat het nog glad is. Dat het nog nat is. Dan heb jij bandenprofiel nodig. Dus ons aanraden is sowieso dat je net als je nu opmeet... met een schuifmaatje tussen je profiel in... en het is minder dan een millimeter... dat jij het sowieso vervangt. En voor ons is eigenlijk het advies onder de 2 mm sowieso vervangen. Tipje hierbij is bijvoorbeeld deze Anlasband. Dat is een hele goede, zeker ook omdat die het oldschool profiel heeft, wat natuurlijk leuk staat bij een Thomos. Maar check sowieso onze website, want we hebben nog veel meer verschillende banden op voorraad. En dan natuurlijk nog de banden druk. Want als er niet genoeg druk op zit, dan ligt die misschien wel meer op de vloer, maar tegelijk heb jij veel minder ronding, zodat je veel minder een bocht kan maken. Heel belangrijk dus dat jij kijkt dat er sowieso, ons advies, simpelweg, 2 bar voorin zit en 2,5 bar achter. Dit kan eigenlijk volgens het boekje al vanaf 1,6 voor. Dat is natuurlijk ook een beetje aan jou, maar doe bijvoorbeeld dan 1,8 voor, 2,2 achter. Ga een beetje rijden en voelen hoe dat gaat. Heb je het gevoel dat er te weinig in zit, doe je er wat meer in of je laat hem simpelweg leeglopen. Terwijl je dit doet, is er een hele grote kans dat er aan de zijkant hier scheurtjes komen in jouw band. Sterker nog, misschien loop je nu de schuur in en zie je al dat er scheurtjes zitten in de band. Dit is iets waar opnieuw ook weer politie / overheid over kan klagen en jou op kan beboeten. Want de band kan immers dusdanig hierdoor scheuren, zeker als je er nu met je binnenband meer druk op zet, dat er vuil naar binnen kan komen, dat de binnenband kapot kan gaan, dat misschien zelfs de hele band kapot kan gaan. Opnieuw dus advies dat als er scheurtjes hier ontstaan of hier tussenin ontstaan, gewoon simpelweg door lang stilstaan en dus droogte, ja, dat je ze vervangt. Dan een beetje standaard onderhoud, bijvoorbeeld je ontsteking. Dit hier is een contactpuntje van Bosch. En mocht je inderdaad dus nog een oud contactpuntenontsteking hebben op je Thomos, voornamelijk Thomos A3, raden wij aan om toch even je vliegwiel eraf te halen met een zuigerstoppie en ervoor te zorgen dat de contactpunt, wanneer die open moet gaan, open gaat op 0,4. Zet dit dus op je voelermaatje, voel er even tussen dat die er vloeiend tussenin gaat. Niet dat je heel erg moet duwen, maar zeker weten ook niet dat je speling hebt. Dit kan namelijk door langer stilstaan, maar zeker door langer gebruik, en dan lang weer niet naar gekeken zijn, dat het namelijk vrijwel dicht is. Vonkt hij veel slechter, gaat hij ook niet aan. Maar ja, wat moet er vonken? Die bougie natuurlijk. En het kan ook zijn dat je bougie op is. Nou is dat natuurlijk niet alleen een feit dat het op kan zijn, maar dat het ook met het weer nog, met de weersomstandigheden, een effect kan hebben. Check dus sowieso wat het weer wordt of wanneer jij misschien al begint met rijden. Dan is het misschien nog 10 graden in plaats van een 25 tijdens de zomer. En kies op die manier ook wat voor bougie je er misschien nu inzet. Ik zou dus zeggen dat als jij een redelijk milde of gemilde setup hebt en je gaat nu rijden, dat je prima met een B6 uit de weg kan. Maar als je inderdaad een agressiever setupje hebt, je misschien al naar B7 gaat, maar zeker wanneer het warmer is en je dus meer dan 50 cc rijdt, je dus dan een B7 monteert. Check dus sowieso wanneer je de timing goed hebt staan en dus ook de contactpunten, indien die er zijn, goed genoeg open staat. Of de vonk dus nog goed is, vervang dus anders sowieso die bougie en ga verder naar je draadboom, misschien dop, misschien bougiekabel, misschien bobine, wanneer dit dus niet het geval is. En daarnaast is het sowieso een aanrader om gewoon elk jaar er misschien een nieuw bougietje in te doen. Simpelweg om het feit dat je misschien best wel wat draaiuren het jaar ervoor hebt gedraaid, hij misschien gewoon oud is, of kilometers, afhankelijk van wat jij misschien kan bijhouden. Misschien heb je een crosser, misschien heb je gewoon een weg-Thomos. Kijken we dan naar het blok, raad ik je sowieso aan om eventjes de carburateur erbij te pakken en hierbij de vlottenbak te demonteren. Simpelweg om het feit dat er vuil kan zitten in je tank. Wanneer jij momenteel dan de kraan open doet, dan kan het eigenlijk allemaal wel liggen in de bodem, waardoor de meeste vuil direct via de kraan, als dan dus de kraan al niet dicht komt te zitten, naar de carburateur gaat. En als je daar geen filter tussen meer hebt, gaat dit je vlottenbak in en gaat er weinig meer komen door die hoofdsproeier / volgassproeier bij je naald omhoog, waardoor je gewoon helemaal amper tot geen benzine krijgt. Natuurlijk, wanneer je hem aantrapt, je ziet dat hij vonkt en hij slaat niet aan, kan jij zien of je bougie wel of niet nat wordt en weet je misschien al hoe laat het is. Trek dus sowieso gewoon voor de zekerheid even je carburateur eraf, draai met 2 of 4 schroefjes die vloeterbak. De vlottenbak los en check of er niet vuil zit helemaal onderaan bij de vlottenbak, want daar zuigt hij immers aan.
Een ander ding is natuurlijk alles wat erop vast zit en misschien ook nog kan roesten. Dus loop ook zo eens erna of je uitlaat nog helemaal dicht zit. In de zin van dat hij niet ergens lekt. In de zin van dat hij niet roestplekken heeft. Die er misschien voor kunnen gaan zorgen dat hij beneden losbreekt. Of misschien hier losbreekt. Of dus lek gaat voor een enorm kabaal. Terug bij die wielen kom je natuurlijk bij de ketting en de tandwielen. Check sowieso hoe de puntjes momenteel zijn op je tandwiel. Dit moeten niet scherpe punten zijn, dit moeten botte, rondaflopende punten zijn. Waarbij er sowieso ook niet een vorming moet zijn. Hij moet niet al helemaal getrokken zijn naar de kant waar je naartoe aandrijft. Want op dat moment zou het kunnen zijn dat als je ketting niet goed genoeg op spanning staat, andere tip, zet ze dus op spanning, dat je ketting er overheen slaat. Dat kan zorgen voor best wel wat gevaarlijke situaties. En check dat precies hetzelfde natuurlijk ook bij je voortandwiel. En dan is er natuurlijk een ketting-tandwiel set bij ons te bestellen om het lekker makkelijk te vervangen. Ook de benzinekraan kan nog een aantal dingen gaan doen die je niet leuk vindt, waaronder natuurlijk het niet meer kunnen draaien of het gaan lekken. Ditzelfde geldt ook natuurlijk voor je benzineslang. Check zeker, gezien de tijd van E10 nu is, of de benzineslang nog goed werkt, of deze niet ook lekt of kapot gaat doordat die dus gewoon helemaal hard is of ook scheurtjes heeft. En dan komen we natuurlijk bij het andere wat hier voor mij ligt, de kabels. Want er zitten er sowieso 3 op jouw Tomos, mits jij een voetrem hebt. Je hebt dan een lange achterremkabel, je hebt een wat kortere voorremkabel en je hebt een gaskabel. Loop deze na, kijk of het ijzer op dat moment, waar die ijzer gevlochten draad, de binnenkabel, of dit niet los aan het komen is. Dit kan natuurlijk tot het punt komen dat het dan los springt of pankt en dan vervolgens heb je geen rem meer of geen gas meer. Dat is niet heel ideaal. En vervang deze of sowieso dat als je ze laat zitten, of eigenlijk überhaupt gewoon wanneer je een nieuwe monteert, je deze even inspuit met WD-40. Kijk of je hem eventjes uit zijn buitenkabel kan halen. Spuit de buitenkabel in, stop vervolgens de binnenkabel er weer in en dan weet je zeker dat hij goed gesmeerd blijft en ook van binnen niet gaat slijten. Als ook jouw Tomos een snelheidsmeter heeft, is het... Als ook jouw Tomos een snelheidsmeter heeft, betekent dat dat er nog een kabel aanwezig is die wat smering kan hebben. Draai dus ook de snelheidsmeterkabel even los en spuit deze een beetje in met olie zoals WD-40. Opnieuw, set is te koop. Deze set is natuurlijk universeel als er gewoon niks veranderd is qua hoogte van je stuur of qua lengte, whatsoever. Heb je of ben je niet zeker daarvan, is elke kabel natuurlijk ook los in lengte te bestellen. En dan een laatste tipje van mij, omdat ik weet dat er natuurlijk heel wat mensen zijn die bijvoorbeeld een origineel Tomosje hebben of hem net opbouwen en zoiets hebben van ik wil echt niet dat nu dat het nieuw is, het bijvoorbeeld van binnen ineens gaat roesten. Heb ik een simpele oplossing, er zijn natuurlijk gecompliceerdere, voor jou. Dit is namelijk Tactiel. Deze in dit geval blank, we hebben ook amberkleur, maar zeker blank is heel chill naar mijn mening, omdat je dus niet ziet dat er wat op zit. Is dus gewoon een soort van verf die je aan de binnenkant van je spatborden kan spuiten, waardoor er een extra beetje verend rubberachtig laagje komt wat ook echt blijft zitten in je spatbord. Wat doet dit dus? Nou, stel je voor er komt steeninslag naar binnen je spatbord in, dan tikt dit misschien een standaard beschermlaagje weg, waardoor er inderdaad roest kan ontstaan. Dit zorgt ervoor dat dat niet gebeurt, omdat dit dus eigenlijk het opvangt, het laat terugveren, whatsoever, het beschermt het tegen roest. Dit kan je natuurlijk ook gebruiken aan de binnenkant van je frame. Haal het blok er even onderuit of lift het eventjes schuin. Spuit daar naar binnen bij je luchtfilter inlaat. Zorg er natuurlijk wel voor dat je luchtinlaat open blijft. Maar in ieder geval dat het plaatwerk goed beschermd is tegen roest. Dus dan is Tactiel absoluut een extra aanrader en laatste tip voor jou. En dat is het jongens. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je dit nou handig of heb je misschien nog wel meer tips? Zet het even in de comments en geef sowieso even een blauw duimpje omhoog. Abonneer hier beneden en niet vergeten, druk op die bel. Dan krijg jij namelijk een notificatie dat wij minstens elke zondag een nieuwe video uploaden. En tussendoor, zeker wanneer het beter weer wordt, een flink aantal extra shorts gaan uploaden. En kleine video's waarin we producten testen voor jou. Nogmaals... Thanks voor het kijken en later!